Mijn naam is Anwar Osseiran, ik ben directeur van SARA en voorzitter van Green IT Consortium en ik was voorzitter vandaag. Nou, hoger onderwijs kan eigenlijk op 3 niveaus aan duurzaamheid bijdragen. We praten altijd over vergroenen van ICT, vergroenen met ICT en bijdragen aan de groei van de groene economie in Nederland. Ja, voor de ICT is natuurlijk ook een grote rol weggelegd in het hoger onderwijs. En dat heeft ons inziens vooral te maken met bedrijfsvoering op dit moment. Ik denk dat universiteiten en hogescholen veel kunnen gaan investeren in hoe ze toch beter kunnen omgaan met bijvoorbeeld het afvoerbeleid van ICT. Waar hun afgeschreven computers naartoe gaan en dergelijke, zodat de cirkel van ICT-materiaal weer rond is en precies weten waar het naartoe gaat. En natuurlijk ook power management, hoe kun je zuinig omgaan met computers in je onderwijsinstelling, et cetera. En de rol die ICT binnen het onderwijs zelf, binnen het curriculum kan spelen, is denk ik ook een hele belangrijke. En daar zal ook vandaag op het ICT-symposium aandacht aan worden besteed in de middag. Mijn naam is Frank Hartkamp. Ik ben van Agentschap NL. En Agentschap NL is een buitendienst van het ministerie van Economische Zaken, gericht op het verkrijgen van duurzaamheid in de samenleving. Ja, de kansen voor de instellingen zijn dat met kijken naar energie en ook hoe ICT daar een rol bij speelt om kosten te besparen. Maar ook door inzet van ICT processen en functies die de onderwijsinstellingen vervullen om die efficiënter te maken en daarmee ook kosteneffectiever. Ik denk dat SURF en ook sowieso de Special Interest Group eigenlijk een verbindende rol speelt voor alle universiteiten en hogescholen. En daarin duurzaamheid dus ook een grote rol speelt. Door kennis met elkaar te delen, daar een platform voor dienen, door elkaar de mogelijkheid te geven, door initiator te zijn, kan SURF zich daar zich in profileren en een grote betekenis in zijn. En het is natuurlijk heel mooi om te zien dat vandaag er aandacht is voor ICT en het duurzaam maken van de ICT zelf. En dat speelt natuurlijk ook bij gemeenten. Maar mijn oproep vandaag was van zorg dat de energie om met elkaar duurzamer te worden. Het hoger onderwijs zich ook echt verbindt met de agenda van de steden. Want er is zoveel gebruiksmogelijkheden van ICT in de maatschappij die we nog veel beter kunnen benutten en die ook bijdraagt aan duurzaamheid. En er zit zoveel kennis bij het HBO dat het echt de moeite waard is om te praten over het vergroenen van de ICT zelf. Maar vooral ook het inzetten van ICT om de samenleving groener te maken. Dus dat is mijn pleidooi vandaag. Ik heb eigenlijk 2 highlights. Ten eerste dat je ziet dat er zoveel gebeurt. En dat er echt zoveel hele leuke initiatieven zijn, hele goede initiatieven. Veel meer dan ik wist en dat heeft me zeer positief verrast en daar ben ik heel erg blij mee. En 2 is de betrokkenheid van studenten hierbij. Wij denken als docenten nog wel eens dat we studenten iets proberen bij te brengen. Ja, dat misschien niet helemaal hun wereld is en waar ze misschien niet zo heel veel interesse voor hebben. Nou, het blijkt duidelijk dat het onderwerp duurzaamheid is een onderwerp dat wel een interesse heeft en waar zij wel een verantwoordelijkheid ook voor zien. Dus daar ben ik heel blij mee.